Dit is een boterham. Dit is het voornaamste deel van het ontbijt en het middageten van de gemiddelde Nederlander. En ouders vertellen aan hun kinderen dat zij de korstjes ook op moeten eten, omdat ze dan zouden kunnen leren fluiten. Maar goed, dat zal ook wel dom bijgeloof zijn, toch? Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Easy Dutch. Het kanaal waarop jij Nederlands kunt leren zoals het echt door Nederlanders wordt gesproken. Ik ben Jeroen en we zijn vandaag in Utrecht. Het is vandaag vrijdag de 13e. Dit betekent dat er misschien wel ongeluk te wachten staat? Je weet het niet, geloof jij dat? We gaan dit vragen aan Nederlanders. Geloven zij in vrijdag de 13e? Zijn zij bijgelovig? En denken zij dat Nederlanders over het algemeen bijgelovig zijn? Het zal wel goed komen, toch? Dat ga ik even afkloppen. We gaan beginnen. Het is vandaag vrijdag de 13e. Bent u niet bang? Eerlijk gezegd, gisteren dacht ik erover na. Maar ik ben het eigenlijk sinds vanochtend, toen ik opstond, helemaal vergeten. Nee, ik ben niet bang. Ik had het wel meegekregen, want een leerling van mij is jarig. Dus toen hadden we het er even over gisteren met elkaar, van hoe zit dat dan? En iedereen kwam op zwarte katten en ladders. Maar ik heb daar weinig mee. Wow, ik wist niet eens dat het vrijdag de 13e was. Ik had het niet eens beseft, maar dit is wel waar. Ik ben op zich niet bang. Nee? Nee. Ik vind het een erg mooi ongeluksgetal. Ik vind het juist heel grappig dat mensen er bang voor zijn. En dan maakt het me eigenlijk nog minder uit. Nee. Maar we weten het natuurlijk wel. Het is ook een speciale dag nu. In ieder geval voor ons eigenlijk allebei. Want we nemen allebei afscheid van een werk wat we lang gedaan hebben. Dus ik dacht, wel een speciale dag hoor. Vrijdag de 13e. Maar ik moest er wel hard om lachen. En ik ben niet bang. Bang. Op de 13 altijd bang. Ja? Maar ik heb nog geen zwarte katten gezien vandaag, dus volgens mij komt het wel goed. En ladders heb ik ook nog niet gezien. Wat voor bijgeloof bestaat er nou onder Nederland? Nou, er zijn bijvoorbeeld mensen in Nederland die geloven dat het knoeien van suiker tot gevolg heeft dat er onverwachts visite komt. Sommige mensen geloven dat het knoeien van zout ongeluk brengt of ervoor zorgt dat je ruzie krijgt met iemand. Om dat te voorkomen zou je dan zout over je linkerschouder kunnen gooien in de ogen van de duivel. Een dubbeltje, dat is een, ik weet niet of je het kunt zien, dat zijn muntjes van 10 cent, guldenmuntjes van 10 cent. Die geluk zouden brengen. Hier heb ik bijvoorbeeld een paar exemplaren met koningin Beatrix, de moeder van koning Willem-Alexander, of haar moeder, koningin Juliana, zoals je ziet. En u het zegt, ik ben niet zo bijgelovig ook. Nee, wat dat betreft niet. Nee. Je hebt niet het idee dat er nu ongeluk op je af gaat komen? Nee, misschien eerder geluk, als ik in iets moet geloven nu. Ja. Ja? Kun je dat uitleggen? Ik heb dus al een tijdje het geloof dat ik de staatsloterij ga winnen. Dus ik denk dat ik vandaag een lot ga kopen en dan ga winnen. Ja. Nee. Je bent niet zo bijgelovig? Nee, ik ben niet bijgelovig. Nee. Kun je uitleggen waarom niet? Nou, ik denk, ik ben christelijk opgevoed, dus dat was natuurlijk al een geloof. Dus dan deed ik er niet nog eentje bij, dat is een beetje overdreven. En nu denk ik, nee, ik geloof niet dat een bepaalde dag iets over je af kan roepen. Nee. Dus ook als je ergens een keer een groepje mag kiezen, kies ik meestal voor 13, want vind ik mooi. En tot nu toe gaat het goed met mij, dus ja. Het zal allemaal niet zo bang of angstaanjagend voor hoeven zijn, dus dat is wel chill. Dus het is meer jouw geluksgetal? Ja, ik dacht, ik grijp deze kans, ik pak dit getal, ik maak er mijn eigen getal van. En je bent het levend bewijs dat het dus kan. Ja, ik sta er nog, dus dat valt mee. Hey. Bang. Ik heb een keer een feestje georganiseerd voor mijn zoon. Juist op deze dag. En toen hadden we een ladder voor het huis gezet. En we hebben een zwarte kat. En we hebben eigenlijk alle clichés eventjes bij elkaar gebracht. En van die oogballen in de limonade gedaan. En zo. Ja, echt. Gewoon eventjes lekker op de hak nemen, zeg maar, het bijgeloof. Ja, ik ben er bekend mee, maar het doet niet zoveel. Ja. U loopt niet onder een ladder door? Nee. Nee. Maar dat doe ik ook niet op donderdag de 12e en zaterdag de 14e. En doet het iets met je nu je het weet?
Weinig, maar ik moet zeggen, de 13e, het getal 13 is wel iets wat ik niet per se zou kiezen zomaar. Dus het is toch wel iets wat er insluipt. Maar vrijdag de 13e, nooit echt het gevoel voor gehad dat dat spannend moet zijn of eng. Buiten kun je gerust je paraplu uitklappen. Geen enkel probleem. Maar doe dat niet binnen, want dat zou ongeluk brengen. Als je een spiegel breekt, zou 7 jaar ongeluk je te wachten staan. Maar als iemand een kopje of bijvoorbeeld een bord breekt, dan roept iedereen dat scherven geluk brengen. Wat ook geluk brengt, is lid worden van EasyTouch. Als je dat doet, dan kun je je Nederlands oefenen op onze Discord-chat met alle andere EasyTouch-leden en met het hele EasyTouch-team. Meer informatie daarover vind je in de link hier ergens in beeld en in de link in de beschrijving van de video. Zou je jezelf over het algemeen bijgelovig noemen? Nee, ik zou mezelf niet bijgelovig noemen. Maar ik ben wel bijgelovig anders, hoor. Een bepaald patroon van tegels. En ik moest altijd op bepaalde tegels stappen, want anders ging het mis. Maar dat heb ik achteraf gewoon afgeschaft, dat fenomeen. Want hier in Utrecht lukt dat niet zo goed. Nee, dat is lastig inderdaad. Het valt me wel op als het er is, maar nee, ik ben er niet bang. Ik loop gewoon onder die ladder door. Ja, ja. Nee, ik doe wel soms een beetje zo spirituele dingen of zo. Maar dat is meer voor de grap of zo. Of een beetje ironisch dan dat het echt een geloof is, denk ik. Ja, want wat voor dingetjes doe je dan? Ja, stenen en zo, dat ik dat ga opladen in het maanlicht. Gewoon dat ik dat ooit een keer op Google heb gelezen. Dus dan denk ik, ik ga dat uitproberen. De kosmos en de sterren, wel een fijn idee. Maar ik weet niet of ik er per se in geloof. Het is meer dat ik het ook fijn vind om ergens in te geloven. Ja, sterrenbeelden en dat dat wel invloed heeft op wie je bent of zo. Maar niet heel sterk ook. Het is meer, ik vind dat gewoon interessant. Ik ben niet bijgelovig, maar ik ben wel een angsthaas. Dus ik ga niet in achtbanen en zo. Maar omdat ik niet bijgelovig ben, heb ik van iets van een getal als vrijdag de 13 heb ik geen last. Ik ben wel spiritueel. Ik ben ook half Surinaams. En in de Surinaamse cultuur geloven we wel heel erg in energie, zeg maar. En ja, dat je verbonden staat met de natuur en meer in de wereld dan alleen het aardse. Dus in dat opzicht... Ja, geloof ik dat er meer is, maar bijgelovig is meer... Ja, ik weet niet, als je je leven aanpast, dat je... een zwarte kat bijvoorbeeld, dat... Ik pas niet mijn leven erop aan. Nee, dat niet. Sommige mensen hebben iets in hun portemonnee zitten. Nou ja, ik heb eigenlijk altijd een pen bij me. Dat is een vaste pen die ik bij me heb. En ik ben sommelier, dus ik werk met wijnen. Dus ik heb altijd een wijnopener bij me, een hele mooie. Het zijn altijd de mooie spulletjes die ik bij me moet hebben ook. Dus dat zijn wel dingen die ik bij me draag, ook voor... Nou ja, omdat ik weet dat ik er hard voor heb gewerkt en dat het veel voor me betekent. Dus dat zijn dingen die ik bij me heb. Dus dat is wel een soort van bijgeloof, toch? Ja. Denk je dat Nederlanders in het algemeen bijgelovig zijn? Ik denk ieder mens heeft wel iets, klein beetje. Maar over het algemeen, denk ik, vergeleken met andere volken is het minimaal, ja. Ja, een vrij nuchter volk. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat Nederland eigenlijk daar te nuchter voor is om heel bijgelovig te zijn. Vooral als je vergelijkt met andere culturen. Ik denk dat wij dan... relatief simpel zijn, als ik het zo moet zeggen. Ja, ik denk niet dat mensen per se bijgelovig zijn, maar dat ze er wel een beetje in meegaan op een bepaalde manier. Soms voor het geval dat. Ja, ik denk dat dat er gewoon mee te maken heeft dat we een heel nuchter volkje zijn. En dat nuchterheid ook heel erg op prijs wordt gesteld. Ja, je hoort het wel met topsporters, hè, dat die altijd die staan onder gigantische druk. En dan valt me wel op dat topsporters wel, als ze interviews geven, dat die het wel hebben. Dat merk ik wel. Ja, ook door rituelen, bepaalde, wat hoorde ik nou laatst, ja, dat ze bepaalde plaatsen in de kleedkamer hebben. Of dat inderdaad rituelen wat je zegt, hè, dat ze iets bijdragen of een kettingje. Of, of dat ze die dag, dat ze iets moeten presteren, dat ze toch een bepaalde volgorde hebben. Ze zijn er wel, maar het is niet zo dat iedereen er met z'n allen in gelooft. Dus het is meer iemand eerder dan een uitzondering op de regel of heeft dan iets wat de rest niet heeft. Ja. Maar ja, nee, in ieder geval in mijn omgeving niet zo.
Het bijendragen van een konijnenpootje zou ook geluk brengen. Misschien niet heel diervriendelijk. En een hoefijzer is ook iets wat volgens sommige mensen geluk zou brengen. Deze is van een paard geweest. Veel mensen hebben een hoefijzer aan de muur hangen. Let wel op. Het hoefijzer moet zo hangen met de open kant erboven. Omdat op deze manier het geluk eruit zou vallen. Nederlands vrij rationeel zijn. Maar ik denk als je even doorvraagt dat iedereen toch wel zijn dingetjes heeft waar die bepaalde betekenis aan geeft. Gaat het niet meteen die niet zeggen. Rationeel is. Nee. Dat dingen precies recht moeten liggen. Of dat je een bepaalde kleur tegels niet mag op mag stappen. Of dat je... Ik denk dat het ook komt omdat we niet zo het geloof... Ik denk niet zo'n hele sterke basis meer heeft in Nederland. Dat het steeds meer afneemt. Nee, eerder met techniek bezig of zo. Dat als je een gesprek hebt met iemand en je ziet vervolgens dat Siri of op Facebook je bepaalde reclames krijgt. Dat we dan wel denken van worden we afgeluisterd of is er spionage. Dus wel bezig met wat er om ons heen gebeurt, maar niet zozeer bijgeloof. Ja, ik weet niet. Ik zou dat dan eerder tics noemen. Of dat je denkt, ja, weet je, dan maak je jezelf het leven heel moeilijk mee als je daarin gelooft. Ik ken ook mensen die op vrijdag de 13e zijn getrouwd, expres. Gewoon van zo. Wij laten ons... Nou, we zijn nog steeds heel gelukkig getrouwd al heel lang. Dus, Met spullen kopen of zo. Als je dan 2 of 4 of 6 koopt. In plaats van, ja, niemand koopt 3 of 5. Elm Even is het eigenlijk wel een heel, heel groot voorbeeld. Hmm. Waar we toch best wel bang voor zijn is groot wordt. Maar toch wel iets voor voelen. Poeh, deze video op vrijdag de 13e hebben we gelukkig overleefd. Misschien kwam dat door het dubbeltje dat we bij ons hadden. Of het hoefijzer dat we gelukkig aan de goede kant vasthielden. We hebben van verschillende mensen gehoord of zij zich druk maken omdat het vrijdag de 13e is. We hebben gehoord of zij zichzelf bijgelovig vinden. En wat voor bijgeloof zij in de Nederlandse samenleving zien. Laat in de opmerkingen weten of jij bijgelovig bent en wat voor bijgelover in jouw land of regio of cultuur heerst. Laat een like achter als je de video leuk vond. Word lid van Easy Dutch om je Nederlands te leren nogmaals. De links staan in de omschrijving van de video. Abonneer je op ons kanaal en dan zie ik je graag de volgende keer.